op uw plaatsen. Halverwege deze 400 meter vrije slag aan de leiding in baan 4, Angelina Rolman, een tijd van 2:09:56. Inke Boerfijn, tweede positie, 2:10:80, derde positie voor Hetty Vol, 2:12:86. Rolman en Boerfijn liggen tussen de gele lijnen, de lichte voorsprong is er voor Rolman in baan nummer 4, maar het is niet een heel groot verschil. Het strijd dan hier ook om wie zich Nederlands jeugdkampioen mag noemen bij de dames 400 meter vrije slag. Zo'n record in ieder geval van Rolman is 4:25:85. Zo'n record van Boerenfijn is 4:28:94. Daar zit dus nog een seconde of drie tussen. Maar ze zwemmen allebei natuurlijk sneller dan hun persoonlijke record tussentijd. Dat is ongeveer, allebei ongeveer meer dan een seconde daaronder. Rolman nu op 300 meter, 3:18:51. Dat is inderdaad 1 seconde en 1400ste onder haar PR-tijd. En die zon Rolman in maart van dit jaar in Edinburgh. Daar zien we dan de laatste meters. Rolman aan de leiding. De tweede positie is nu voor Hedwig Bolt. Die van derde naar tweede positie is gezwommen in de laatste meters. Kijken we daar naar de aantik en dan is het inderdaad Bolt die op de laatste 100 meter van derde naar tweede positie zwemt. Een aantik in een tijd van 4:29:21. De derde tijd is voor Nieke Boerenfijn in 4:29:91. Maar de snelst gezonde tijd is die van Angelina Rolman in een tijd van 4:26:62.
Oh, dames en heren, we gaan naar de officiële uitslag en we zien dat het officieel is. Uw applaus voor de nieuwe Nederlandse jeugdkampioene Angelina Roman. We gaan verder met serie nummer 4, de snelste serie senioren 1.